Bert Koenders, eerste vraag. Wat doe je hier eigenlijk? Nou, ik ben hier omdat het uniek is dat elk jaar opnieuw de Tibetanen zich wereldwijd weten te verenigen op een hele goede manier, culturele manier, politieke manier, om op te komen voor hun rechten. En ze hebben mij uitgenodigd. Moet je iets dichterbij zitten? Gaat het lukken? Bert Koenders, wat doe je hier precies? Ik ben uitgenodigd om op de Tibet-manifestatie te spreken. Er zijn hier honderden mensen die eigenlijk elk jaar ergens in Nederland komen. Trouwens, het is een wereldwijd fenomeen. Om op te komen voor de culturele en politieke rechten van de Tibetanen. Dat is ongelooflijk noodzakelijk. En ik vind dat dat eigenlijk op een hele goede manier gebeurt. En het doet zich nu vooral een kans voor om er wat ook mee te doen. Aan de ene kant zijn volgend jaar de Olympische Spelen heel erg belangrijk. Daar wil China natuurlijk ook een beetje laten zien dat ze niet alleen economische grootmacht zijn, maar ze ook geven om mensenrechten, om sociale rechten en rechten van religieuze minderheden. Tenminste, dat moet versterkt worden als ze dat zelf niet doen. En aan de andere kant zie je dat de Dalai Lama een unieke leider is van de Tibetanen, omdat hij eigenlijk de steun heeft van bijna alle Tibetanen, voor een geweldloze weg is en ook praat over autonomie. Je kan je voorstellen dat straks een ander leiderschap van de Tibetanen heel anders erover zou nadenken. Dus die twee dingen samen, die zouden ertoe moeten leiden dat die voorbereiding van jaren actie voor Tiba ook tot iets leidde. En daarom vind ik het belangrijk om hier te zijn. Je zegt het al, hè, er komt misschien straks een andere Dalai Lama, eentje die meer onder een Chinees bewind staat. Wat zou dat kunnen betekenen voor de Tibetaanse gemeenschap daar eigenlijk en het land Tibet eigenlijk? Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat als de Dalai Lama, die ook internationaal zeer gerespecteerd is, als die zou komen te overlijden, het is ook geen jonge man meer, dat dan het hele onderwerp het 20ste agendapunt in internationale vergaderingen is, omdat men ook al goede betrekkingen met China wil. Het andere is, en ik denk dat dat ook nog wel eens een hele grote mogelijkheid zou kunnen zijn, dat Tibetanen meer verdeeld raken, dat er ook groeperingen zouden zijn die misschien minder voor de geweldloze weg zouden zijn. Misschien ook anders over de autonomie nadenken. En dat is dus ook, denk ik, een belangrijke boodschap aan China. Ik denk niet dat Tibetanen een volk zijn dat zich willen laten intimideren in die opvolgingskwestie, die natuurlijk heel politiek is. He, op de manier waarop de opvolger wordt gekozen, wordt klaargemaakt voor leiderschap. Maar ook allerlei andere ontwikkelingen die zich bijvoorbeeld in het Indiaanse vluchtelingenkamp voordoen, over de manier waarop hij dan de volgende Dalai Lama begeleid zou kunnen worden. Dus nogmaals, ik denk dat het heel belangrijk is dat met deze Dalai Lama, met zijn agenda, ook onderhandelingen komen, discussies komen. En dat zal moeten gebeuren door druk van buitenaf, maar er ook veel meer contacten te hebben met allerlei groeperingen in China zelf. Want het gaat natuurlijk niet alleen om David en Goliath. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen in China zelf die het moeilijk hebben om zich te organiseren, maar die ook opkomen voor vakbondsrechten, ongelooflijk belangrijk. Enorme verschillen tussen arm en rijk in China. Maar ook de religieuze rechten. Hè? En het gaat om de Tibetanen, vooral identiteit en religie natuurlijk in het boeddhisme. Maar ook om de moslims in West-China. Op welke wijze moeten wij China onder druk gaan zetten? Want Leo, organisator van Tickets for Tibet, die geeft al aan van wij krijgen bij sommige sponsors geen voet aan de grond, omdat ze handelsbetrekkingen hebben met China. Ja. Nou, ik denk dat dat het enorme probleem is van deze tijd. Iedereen wil natuurlijk goede betrekkingen met China. 1,2 miljard mensen, 9-10% economische groei per jaar. Toch denk ik dat dat niet het enige is. Ik denk dat wel degelijk je ziet dat ook China, maar ook westerse landen belang hebben bij brede betrekkingen met China. Niet alleen economisch. Ook China kan alleen stabiel blijven als vakbondsrechten er zijn. En dat uiteraard is dat nu niet het geval, maar het is wel het land waar ongeveer de meeste demonstraties zijn en relletjes ter wereld op het ogenblik. Het broeit in China. Er is belang om China dus breder deel te laten hebben van de internationale gemeenschap. Zij zijn daar een grote speler in. De tijd is echt voorbij dat je zegt, nou, Nederland gaat China voor de laatste keer waarschuwen. Dat begrijp ik ook wel. Moeten we ook helemaal niet willen. Maar nogmaals, ik denk dat we wel instrumenten hebben via het bedrijfsleven. U noemde dat. Maar daar zit ook een positieve kant in. Ik noemde hier het voorbeeld van Kentucky Fried Chicken. Een bedrijf dat overal McDonald's voor kippen, zal ik maar even zeggen, of met kippen, opent. Maar waar maatschappelijke organisaties, internationaal, maar ook in China zelf,
wel voorkomen hebben dat dat in, ook in Tibet komt. Omdat dat op heel gespannen voet staat met hun ideeën over voedsel. Hun tradities met betrekking tot voedsel, et cetera. Dus er is natuurlijk best wat mogelijk. China verandert. En de westerse landen gaan het ook anders doen. Alleen, het grote risico is wel. Schoffelen onder de aarde. Overal weghouden vanwege de angst dat je dat in China niet aan de orde kan stellen. En dat moet je natuurlijk wel met een beetje moed doorbreken. Er is heel wat aan de hand hè? In Tibet. Onderdrukking, mensenrechten in het geding. Als we dat zeg maar op andere landen betrekken, dan zien we dat Amerika eigenlijk altijd wel vooraan staat om in te grijpen. Waarom nu niet? Er zijn natuurlijk veel bewegingen, ook niet gouvernementele organisaties in Amerika, die hier wat aan doen. Maar het is duidelijk dat China is natuurlijk een lid van de Veiligheidsraad. Ook daar speelt een grote discussie. 1,2 miljard mensen, die willen we erbij houden, niet te veel kritiek. En ik denk dat dat een rol bij speelt, maar overigens zeker niet minder bij Amerika dan bij Europese landen. Ik zou het toch wat dichter bij huis willen zoeken. We hebben als Tweede Kamer niet zo lang geleden een motie aangenomen om te zorgen dat er wel wapenexportcriteria werden toegepast op leveranties naar China. Die te maken hebben met stabiliteit, mensenrechten, etc. Ja, daar bleek toch de Nederlandse regering het heel moeilijk te vinden om dat goed te verdedigen in Europa. En ook een Franse regering bijvoorbeeld zei, nou dat is allemaal gezeur, gewoon we willen leveren. Ik denk dat we niet alleen naar de Amerikanen moeten kijken, maar vooral naar de Europese landen zelf. Om hun ook op hun verantwoordelijkheden voor mensenrechten te wijzen. En ik denk dat er ook wel een urgentie is. Kijk, je ziet in heel veel landen, zeker in China, dat de wereld ongelooflijk snel verandert. China is, ik bedoel, wie China bezoekt, ziet per dag de cultuur, de steden, het bedrijfsleven fundamenteel veranderen. En je kan dus, je moet er nu bij zijn, anders is een identiteit van een volk echt kapot. Dat betekent niet dat je alleen maar moet kijken naar Tibetanen die zichzelf opsluiten in hun eigen land. Dat geloof ik niet. Er zijn natuurlijk ook mensen die naar buiten kijken, die ook economische ontwikkeling willen hebben. De hoogste graad van analfabetisme in China vindt men bij onder de Tibetanen. Er moet verandering komen, maar zij moeten het meesturen. Meer rechten hebben om zelf te bepalen hoe dat gaat verlopen, die verandering. Dat is volgens mij de grote uitdaging die de Tibetanen geldt, maar ook vele anderen in China. Is Tibet misschien niet echt gewoon te klein om voor iedereen om zich echt druk over te maken? Speelt dat een beetje in een nadeel? Nou, ik weet eerlijk gezegd niet of het zo in hun nadeel werkt. Het valt mij op dat zij in staat zijn gebleken om wereldwijd ongelooflijk veel steun voor hun zaak te krijgen. Het is eigenlijk ongelooflijk knap dat voor inderdaad een relatief klein volk zoveel steun bestaat. Dat heeft ook te maken met een zekere sympathie bij velen voor hun religie en identiteit. Ook hun zoektocht naar het boeddhisme, et cetera. Maar los daarvan, ik denk dat ze dat eigenlijk gewoon heel knap doen. Dus ik denk dat de aandacht er wel is. Meer misschien ook dan voor een heleboel anderen in China, die ook het heel moeilijk hebben. Ook voor moslimvolken die onderdrukt worden. Nogmaals, mensen die geen vakbondsrechten hebben, kleine boeren. Maar laat dat alleen een voorbeeld zijn. Knap dat ze dat doen. En laat dat op het moment dat het politiek goed uitkomt, nu bijvoorbeeld met die Olympische Spelen, ook een rol spelen in de betrekkingen die allerlei organisaties, het bedrijfsleven, et cetera, met China onderhouden. Waarom grijpt het u zo persoonlijk aan? Waarom staat u eigenlijk in feite hier op de barricade voor de Tibetaanse kwestie? Nou, waar komt dat vandaan? Nou, omdat het aan het... Kijk, dit is ook een bezet volk. Een volk waar de Chinezen dachten dat ze via de communistische ideologie het land uit de barbarij, het feodalisme kon halen. Maar waar in feite een identiteit langzaam maar zeker kapot wordt gemaakt. Dat zie ik gewoon als een groot probleem in deze wereld. Er zijn twee grote problemen. Identiteit van jezelf zo groot maken dat jij de enige bent die gelijk heeft. Of identiteiten van mensen negeren, kapot maken, waardoor ze in verzet komen. En die Tibetaanse strijd hoort vooral bij dat laatste. En daar is het dus echt nodig voor om daar voorop te komen. Ja, maar waarom wil jij er voorop komen? Omdat ik politicus ben, volksvertegenwoordiger. Ik hou me met internationale politiek bezig. En dus ook met mensenrechten. Dat moet het hart zijn van ons internationale beleid. Want in die end is respectering van mensenrechten niet iets alleen dat te maken heeft met moraliteit, maar ook met een zekere mate van vrede en veiligheid voor iedereen in de wereld. Klinkt misschien wat hoogdraaiend, maar ik denk dat het echt zo is. Je ziet overal in de wereld waar identiteiten van mensen wordt ontkend, respect niet wordt gegeven, dat je enorme problemen krijgt. Tot slot, op wat voor termijn kunnen we nu eindelijk eens een keer een oplossing verwachten of een
een grotere stap naar een oplossing toe, want het duurt nu al meer dan 50 jaar de bezetting daar. Het lijkt wel alsof er al 50 jaar de tijd stilstaat. Ja, dat is waar. En daar kan je ook wel een beetje hopeloos van worden. Het grote China, het kleine Tibet en de tijd die verstrijkt. Nogmaals, aan de andere kant denk ik echt dat er ook een kans zit in het feit dat China, zeker ook in het jaar van de Olympische Spelen, maar ook omdat het juist veel meer te maken krijgt met westerse landen en ook met landen in hun eigen regio, dat deze urgentie groter zal worden. En dat ook het gevoel dat die Dalai Lama zo'n bijzondere man is, omdat hij een bepaalde politieke strategie vertegenwoordigt die ook in het belang van China zou kunnen zijn, dat die met elkaar een kans geven. Garanties heb je niet, maar het is wel een kans en die moet benut worden. Dank je wel.